colaflesjes, aardbeidjes. Dus in plaats van de dropshotjes verkoop je nu de harlekijntjes in de muntdrop? Precies, ja. Op een gegeven moment ga je weer dicht. En dan zit je aan de bar en dan ben je toch weer wel wat bedroefder dan de vorige keer. Dus toen zeiden we tegen elkaar, weet je, we gaan zelf aan de zuip. En het is toch één grote snoepwinkel voor ons. En met die grap was het idee geboren. Café-eigenaren en partners Kevin en Jesse hebben hun café tijdelijk omgetoverd tot Oud-Hollandse snoepwinkel. Vlak voor de sluiting waren ze net met plan B gestart. Mini-lounges aan de bar waar je kon fondueën. Ze konden in het café komen eten. Ja, dat heeft één avond geduurd. Dat was een groot succes. De bierglazen hebben plaatsgemaakt voor potten met snoep. En van het biertappen naar snoepscheppen gaat de mannen al goed af. Evenals het kiezen van het nieuwe assortiment. Nou, we hebben zelf toch wel een beetje geproefd. En welke wij het lekkerst vonden en wat ook best wel oud-Hollands is. En ik denk, nou ja, dat zijn toch de muntdropjes, de zwartwitjes, de harlekijntjes. Op social media wordt massaal gereageerd op het initiatief. De nieuwe klanten staan dan ook bij openingstijd al voor de deur. Mijn vrouw en mijn dochter hadden het plan opgevat. Dus ik dacht, dan ga ik even mee. Wij ondersteunen dit soort acties. Ja, vinden we heel erg leuk. Topper. Ja? Ja, echt een topper. Voor welke snoep komt u? Kaneelstok. Alleen de kaneelstok? Even kijken wat je allemaal hebt. We willen wel laten zien dat je in deze tijd ook verder kunt denken en misschien met een ander plan kunt komen. Positieve reacties, dat ze het evengoed ons zo gegund hebben. Ja. Ja, dat maakt mij gewoon blij. Een blije barman plus snoepman. Ja.